vandaag ga ik een ongelooflijke klassieker maken. Fazant Brabançon. En fazant Brabançon is eigenlijk heel eenvoudig qua ingrediënt. Je hebt natuurlijk fazant nodig. En witloof, dat zijn de twee hoofdingrediënten. En veel meer komt er eigenlijk niet bij. Een beetje bloem dat we gaan gebruiken. Laurier. En een beetje boter en tijm. Dat is het enige eigenlijk. Als je fazant koopt, ligt er altijd een plakje vet op. En die ga ik eraf halen, maar wel bijhouden voor later in de bereiding. De opbindkoord gaat er ook af, zodat de fazant een beetje uit elkaar valt. En dat doe ik om hem goed te kunnen kruiden. Zowel de bouten, de rug, de onderkant van de fazant. En niet te vergeten, de binnenkant kruiden is ook heel belangrijk. Zo, als de fazant goed gekruid is, dan gaan we die langs alle kanten aanbakken, aankleuren, een korstje geven eigenlijk, in goed warme bruine boter. Zo. De fazant mag in de kom en ik ga daarvoor een sauteuse gebruiken die ik nadien ook in de oven kan zetten. Dus het is belangrijk dat je daar van in het begin wat rekening mee houdt. De fazant bak ik mooi bruin langs alle kanten en ondertussen kan ik het witloof al kuisen. Ik ga hiervoor chiconettes gebruiken. Dat zijn eigenlijk kleinere kropjes witloof. Daar moet niet te veel meer aan gebeuren. Gewoon het achterste gedeelte snij ik eraf en een klein beetje van het hart, omdat dat soms wat bitter kan zijn. We schikken de kropjes naast onze fazant. Ongeveer 8 kropjes zijn dat. En dan kruid ik dat nog bij met een beetje verse tijm. Zo, dat mag erop. En dan komt er nog een blaadje laurier bovenop. En daar komt ons slapje vet. Dat ga ik gebruiken om onze fazant af te dekken, zodat die niet droog wordt. Het deksel gaat erop. En klassiek gezien wordt daar nog een broodkorst gemaakt om het deksel goed hermetisch af te sluiten van de kom. De hoeveelheden zijn eigenlijk niet zo belangrijk hierbij. Ik ga ongeveer een halve kilo bloem gebruiken en daar doe ik een beetje water bij. Goed mengen totdat je een mooi deegje krijgt en soms ga je er een beetje water moeten aan toevoegen als het te droog is en moest het nat geworden zijn, voeg je er gewoon nog een extra lepeltje bloem aan toe. Van het moment dat je voelt dat je een mooie bol krijgt, een mooi bolletje deeg en je kan het kneden, dan zit het goed. Ik maak er een lange worst van. Zo. En die worst ga ik gebruiken om eigenlijk de zijkant van mijn deksel en de kom hermetisch af te sluiten. Op die manier kan er geen lucht meer vrijkomen. En dan gaat die kom gewoon de oven in. 35 minuutjes op 180 graden, zodat de fazant net gegaard is, maar niet te droog. Na 35 minuutjes moet onze fazant mooi gegaard zijn. De korst is natuurlijk wat hard geworden, maar die kan je eraf halen met behulp van een scherp mes. Met die korst kan je natuurlijk niks meer doen, die gaat gewoon de vuilbak in. En nu een spannend moment, hè. Het deksel gaat eraf en ik denk dat de fazant perfect gegaard is. Veel gaan we er niet meer mee doen. Gewoon op grootmoeders wijze vind ik dat een beetje dresseren. Het witloof is lekker gegaard in de jus van de fazant. Dat mag op een schotel en de bouten, die halen we eraf. Twee boutjes. De filets, die gaan we er ook afhalen. En ik overgiet zowel het vlees als de witloof nog eens met een klein beetje vocht van in de kom. De jus van een fazant. Meer is het eigenlijk niet. Fazant Brabançon op de heel klassieke manier. Het receptje kan je altijd nalezen op onze site, delijze.be. Smakelijk!